Israëls werd wraak voor de aanval van Iran. Dat was weer een wraakactie voor de dood van Hezbollah-leider Nasrallah en Hamas-leider Haniyeh, die in Teheran werd omgebracht. Maar waar houdt het op? Ik praat erover met correspondent Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, je bent niet alleen correspondent, maar ook bewoner van Israël. Hoe was de aanval gisteren? Hoe hebben jullie dat ervaren? Ja, dat was wel een tikje bizar. Je hoorde natuurlijk al de verhalen kort daarvoor, enkele uren daarvoor, dat een aanval op handen was. En toen plots, normaal hoor je luchtalarmen, maar toen ging een soort sirene op mijn telefoon af. En dan waren de autoriteiten die een bericht stuurden dat we zo snel mogelijk naar de schuilkelder moesten. Dan zijn we hier op zich wel gewend met Hamas-aanvallen en recentelijk ook Hezbollah. Maar dit is toch andere koek, 180 ballistische raketten vanuit Iran. Dus die schuilkelder onder ons gebouw, waar normaal gesproken een paar mensen naartoe komen, zat bomvol met bewoners die allemaal daar een uur moesten blijven totdat het sein veilig werd gegeven. Ja, heb jij zelf raketten gezien? Nee, ik zat beneden met de kinderen en de vrouw. Dus ik ben niet naar buiten gegaan om de raketten te aanschouwen. Ik heb ze uiteraard de beelden overal wel gezien op televisie en elders. Maar nee, ik heb ze niet zelf gezien. Ja, die schade is beperkt gebleven, maar je hebt toch een beetje het idee, althans aan de hand van de filmpjes die je gisteren zag, dat de Israëlische luchtalweer, die altijd heel berucht is, die Iron Dome, et cetera, dat die het een beetje af liet weten. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het is voornamelijk de Arrow en de Arrow 2 en de Arrow 3 die deze grote raketten uit de lucht moeten halen. Niet de Iron Dome, de befaamde Iron Dome. Israël claimt in ieder geval het grootste deel te hebben neergehaald. Er zijn wel veel brokstukken neergekomen. Bijvoorbeeld hier in Hot HaSharon, een voorstadje van Tel Aviv, daar zijn meer dan 100 huizen beschadigd geraakt door die brokstukken. Er zou een school in Gadera in het zuiden zijn geraakt. Maar voor de rest weten we eigenlijk weinig. Zeker of die militaire basis, er zouden 3 militaire basis in het zuiden, plus het hoofdkantoor van de Mossad in iets ten noorden van Tel Aviv, die waren het doelwit. Of daar iets terecht is gekomen, dat weten we niet. En zelfs als de Israëlische pers dat zou weten, dan is dat waarschijnlijk verboden om te melden. Ja, er was ook een schietpartij in Jaffa tegelijkertijd, zo'n beetje. Wat doet dat met de angst onder de Israëli's? Dat is eigenlijk nog een stuk beangstigender dan die raketaanval die je ziet aankomen. Je gaat naar een schuilkelder en zoals gezegd, er is het lucht weer afgeschud. Je hebt de schuilruimte en dan ga je er maar vanuit dat het goed gaat. Maar zo'n terreuraanslag, twee mannen uit de Hebron die gewoon het vuur openen op omstanders. Ja, daar kun je niet tegen verdedigen. 7 doden, enkele gewonden. En de man is notabene uitgeschakeld uiteindelijk, blijkt nu, door een Nova-overlevende die destijds op 7 oktober dat festival heeft overleefd. En die heeft dan uiteindelijk zelf met een wapen een van die schutters uitgeschakeld. Ja, is dat dan het gevolg van dat de Israëlische bevolking nu veel meer vuurwapens ook bij zich draagt? Ja, die regels die zijn sinds de 7 oktober versoepeld. Dus meer mensen mogen een vuurwapen bij zich dragen en doet dat ook. Je ziet het in het straatbeeld. Gewone burgers met pistolen in een riem of in een kontzak. En natuurlijk de soldaten die met verlof zijn, die tijdens hun verlof, als ze naar buiten gaan, hun wapen mee moeten nemen. Dus die lopen ook met grotere wapens rond. Dus ja, om nu inderdaad een aanslag te plegen, dan is de kans groot dat je een gewapende Israëli tegenkomt. Iran had vooraf gewaarschuwd, even terug naar die ballistische aanval. Netanyahu heeft nu wraak gezworen, de Israëlische legerleiding heeft dat ook gedaan. De nucleaire installatie van Iran wordt genoemd, maar dat betekent echt dat ook Israël zijn ballistische arsenaal moet gaan gebruiken. Dat is volgens mij uit mijn hoofd historisch gezien nog nooit gebeurd. Dat weet ik niet, maar ik denk als we inderdaad voor die nucleaire faciliteiten gaan, dat dat met gevechtsvliegtuigen zal gebeuren die onderweg daarnaartoe ook nog bijgetankt moeten worden. Dus een vrij gecompliceerde operatie. Er gaan hier nu allerlei scenario's de ronde, van het bombarderen van de raketinstallaties in Iran tot oliefaciliteiten en inderdaad het zwaarste wapen, die nucleaire faciliteiten. Het kan zijn dat Netanyahu, die strijdt natuurlijk al jaren tegen dat nucleaire programma van Iran, dat hij nu dit moment wil grijpen om eventueel met steun van de Amerikanen
die faciliteiten uit te schakelen. Maar de gevolgen daarvan zullen heel groot zijn. En dan heb je echt een grote oorlog hier in het Midden-Oosten. Dus of ze daar nu al toe overgaan, ik weet het niet. Nee, Amerika, daar is natuurlijk wel voortdurend contact mee. Die zitten natuurlijk ook in een hele ingewikkelde situatie. Die zitten ook nog eens in een verkiezingsperiode, hè, waarin het leiderschap door allebei de partijen wordt geclaimd. Ja, wat kunnen we verwachten verder? Nou ja, Amerika die zal waarschijnlijk proberen op de rem te trappen. Biden bij de vorige aanval van Iran in april voerde echt de druk bij Netanyahu op van die aanval heeft niet zoveel schade op aangericht, dus take your win en doe iets kleins. Nou ja, daar heeft de Netanyahu destijds naar geluisterd. Deze aanval van Iran was vele malen groter, gericht op bevolkingscentra. Dus of Netanyahu dit keer wederom naar Biden zal luisteren, zeker met de presidentsverkiezingen over een dikke maand in Amerika. Het is door koffie te kijken, maar ik betwijfel het. Ja, het grondoffensief in Libanon. We krijgen niet zo heel veel beelden ervan te zien. Wat hoor je er in Israël en zie je er in Israël over? Er waren in ieder geval vanochtend zouden er felle gevechten zijn geweest op Libanees gebied. Die werden gisteren eigenlijk niet echt gemeld. Israël heeft in ieder geval extra reservisten opgeroepen en ook een deel van een andere legerdivisie die in het zuiden van Libanon moet gaan opereren. Dus ze hebben steeds gezegd, of in ieder geval vanaf gisterochtend, dat het een beperkte en gerichte operatie zou zijn. Nou ja, er zijn nu al 50 dorpen die moeten ontruimen, hebben ze opgeroepen in Libanon. Dus of het echt zo klein blijft de komende dagen en weken, dat moet nog blijken. Maar het is al er veel aan gelegen om daar niet lang te blijven. Maar of een korte operatie genoeg is om die veiligheid te garanderen van de burgers in Noord-Israël, om die te laten terugkeren, ja, dat moet blijken. Ja, er is echt sprake van een crisissituatie in Israël. Nou is dat wel vaker historisch gezien voorgekomen. Gisteren hadden we het er ook al even over. Je hebt natuurlijk nog steeds Gaza, de afronding. Ondertussen incursie in Noord-Libanon. Hezbollah die schiet vanuit Jemen. Houthi-rebellen, Iran die afschiet. Het is wel echt een groot conflict, as we speak. Alles komt nu samen, inderdaad. Je hebt ook nog de westelijke Jordaan-oever, waar het Israëlische leger continu opereert. En dat staat ook op ontploffen. Hamas is daar nog wel sterk vertegenwoordigd. Dus inderdaad, het is aan 7 fronten inmiddels hier in Israël. En het kan zijn dat Israël nu denkt, ook ten aanzien van die nucleaire faciliteiten, van misschien dat we nu maar doorpakken en alles moeten proberen veilig te stellen, zodat we in ieder geval de komende jaren rustig kunnen leven. Ja, want tot slot, Ralf. Je zei net al, hè, reservisten worden opgeroepen. Ja, bijna alle jonge mannen staan inmiddels op stand-by, lijkt me, die reservist zijn. Inderdaad, veel jongeren, of jongeren, dat zijn al iets ouder, de reservisten. Maar die hebben 100, 200 dagen militaire dienst in de benen afgelopen jaar, zijn in Gaza geweest of hebben daaromheen geholpen in het noorden van het land. En velen zijn nu weer opgeroepen, ook net voor het Joodse nieuwjaar wat vanavond begint. Dus dat is een enorme aanslag op die maatschappij. Desondanks is de steun groot voor wat het leger momenteel doet in Gaza, in Libanon en mogelijk straks ook in Iran. Ralf, dank je wel. En ook voor jou begint die feestweek. Nou, heel veel sterkte daar. Dank je wel.